Hoi, als je nog niet op de middelbare school zit, like deze video dan met je linkerhand. Woe. En als je al wel op de middelbare zit of hebt gezeten, like deze video dan met je rechterhand. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En in de Let's Play Wednesday van vandaag is het tijd voor Barbie om naar de brugklas te gaan. Dat is natuurlijk een hele spannende tijd. Ze gaat naar een nieuwe school, moet nieuwe mensen ontmoeten en hele nieuwe dingen gaan er gebeuren. Maar dat leidt soms ook tot heel wat drama. Oh, goedemorgen. Weten jullie wat voor dag het vandaag is? Het is mijn eerste schooldag. Wow, ik ben officieel nu een brugger. Ik kan het niet geloven. Mijn eerste dag van de middelbare. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik vind het heel erg spannend. Maar ik denk dat het gewoon zo leuk gaat worden. Ik ga zoveel nieuwe vrienden maken. Allereerst natuurlijk eventjes plassen, tanden poetsen en ervoor zorgen dat ik er helemaal goed en leuk uitzie. De basisschool was al echt heel erg leuk. Groep 8, we hebben een heel gaaf eindfeest gehad. Maar niemand van groep 8 die ik ken gaat mee. Dus ik ga helemaal in mijn eentje naar school. Gelukkig heb ik al een keertje geoefend hoe ik naar school moet fietsen. Dus ik weet precies waar ik naartoe moet. Here we go! Oké, ik moest hier naar links. Ja, en dan ga ik zo rechtdoor. En dan blijf ik rechtdoor gaan. Wacht, eerst wel eventjes naar links en naar rechts kijken. Oké, het is veilig. En als het goed is, komt mijn school dan hier ergens in het zicht. Oh ja, daar is het! Wow, kijk nou eens even. Brookhaven School. Nou Barbie, eventjes goed shaken. En ik ga gewoon mijn allerbeste gezicht opzetten. Yes! We gaan naar de brugklas. Brookhaven Middelbare School. Wow, het is echt zo groot hier binnen. Nog groter dan de kennismakingsdag, dan dat ik me kan herinneren. Maar mijn kluisje was kluisje 23 volgens mij. Was het dit kluisje? Ja, die ga ik dan openmaken. Even kijken of mijn sleutel past. Oh, mijn allereerste eigen kluisje. Oh, hey, hallo. Yo, wie ben jij? Ik ben Barbie. Oh, mijn hemel. Ben jij nieuw? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben een brugger. Ik ben mijn kluisje aan het openmaken. Het lukt nog net. En dan ga ik mijn mobiel daarin stoppen. Oh my god. Doe jij echt je mobiel in je kluisje? Je bent echt een loser. Waarom zie je er trouwens super roze uit? Dat is echt kinderachtig. Nee, maar ik vond eigenlijk dat het wel leuk staat. Oh, is dat jouw telefoon? Hier, ik pak het zo. Wat? Ah, hey, nee, geef mijn telefoon terug. Er staan al mijn vrienden op en de social apps en mijn outfits die ik gepland heb voor de volgende 2 weken. Goed dat ik je telefoon heb, want je outfits zijn echt stom. Doei, loser. Hoe kunnen mensen zo geleend zijn? Geef mijn telefoon. Huh? Waar is ze? Waar is ze? Oh, nee, wat moet ik nou zonder mijn telefoon? Ik weet het even niet. Oké, maakt niet uit. Barbie, je kan dit. Gewoon omdat er één gemeen persoon op school is, betekent niet dat iedereen zo gemeen is, toch? En een telefoon kan vervangen worden. Nu kan ik natuurlijk ook niet meer mijn kluisje in, want ik heb geen telefoon om het daarin te stoppen. Dat is jammer. Ik wil het heel graag eventjes proberen, maar goed. Huh? Oh, de bel, de bel. Dus dan moet ik naar mijn les. Welk was dat ook alweer? Volgens mij was het wiskunde. Goed, ik ga wel op zoek naar wiskunde. We hebben hier science. Dat is geen wiskunde. Dat is Engelse les. Oh, daar. Dat is wiskunde. Dan ga ik hier zo naartoe. En ja. Oh, ik ben er. Hallo, hallo. Ik ben er. Ik ben er. Kijk, kijk, kijk. Wie is er te laat op haar eerste dag? De nieuwe studenten. Wat denk je dat zomaar kan maken in mijn les? Nee, ik was gewoon nog eventjes de weg kwijt en er gebeurde van alles vanochtend. Anyway, maakt ook niet uit. Ik heet Barbie. Barbie? Nou, de moderne ouders van tegenwoordig weten ook niet meer wat voor namen ze moeten verzinnen. Open je boek op pagina 43. We gaan 152 pagina's lezen. Oh ja, boeken. En als je dat niet hebt gedaan voor de les, dan moet je dat allemaal thuis lezen. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik snap er echt helemaal niks van. Dit ga ik zo nooit halen. Oh, de middelbare school is zo ontzettend lastig. De mensen zijn gemeen en de leraren zijn ook gemeen. Het gaat toch gewoon geen leuke dag worden. Het is tijd voor de volgende les. Huh? Waarom is er niemand? Hoe komt dit? Hey. Huh? Hey, jij. Ja? Hey. De vorming is uitgevallen, dus we hebben even tussenuur. Oh, oké. Dat is goed om te weten. Dankjewel. Volgens mij heb ik jou nog niet eerder gezien hier. Ben je nieuw? Nee, dat klopt inderdaad. Ik ben nieuw. Ik zit in de brugklas en ik heet Barbie. En hoe heet jij? Oh, leuk je te ontmoeten, Barbie. Ik ben Max. Ja, ook echt superleuk om jou te ontmoeten, Max. Je bent de eerste aardige persoon die ik hier zo ken. Nou, maak je geen zorgen. De eerste dag is altijd lastig. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Wil je anders samen lunches hebben? Ja, dat lijkt me echt superleuk en heel gezellig. Ik weet alleen niet zo goed waar de lunchkamer of de kantine is. Oh ja, is heel vlakbij. Hier, volg mij maar. Oké. Oh my goodness jongens, ik heb gewoon iemand gevonden die super aardig tegen me is. En ook heel erg knap en lief. Oké, laten we gaan lunchen samen. Ik wil hem niet laten wachten. Weet je, ik heb wel zin in pizza. Dat ziet er lekker uit. Waar kunnen we dan zitten? Kan dat hier zo? Ja, kan voor je zitten. Ik vind het echt heel fijn om iemand te hebben waar ik mee kan praten. De eerste dag is altijd lastig, zoals ik net zei. Maar het wordt echt beter, echt waar. Ik denk dat ik Max wel echt heel leuk vind. En hij hoeft niet meteen mijn vriendje te worden. Maar in ieder geval gewoon vrienden worden zou wel heel gaaf zijn. Misschien kan ik hem ergens voor uitnodigen. Max, ik zat te denken. Misschien vind je het leuk om na schooltijd samen een ijsje te eten? IJsje? Ik hou van ijsjes. Ik ken wel goede ijszaak hier in de buurt. Oké, is goed. Ja, dan zie ik je daar. Doei. Doeg. Oh my goodness. Ik heb hem gewoon mee uitgevraagd. Weet je, de dag begint nu een stuk leuker te worden. Misschien is het zo slecht nog niet op de middelbare school. Never get bored. When you try something new, there's really no limit to what you can do. Engelse les is zo slecht nog niet. Ik vind het best wel een leuke les eigenlijk. Maar wat hoor ik? Oh, dat is de schoolbel. Dat betekent dat ik klaar ben. No, my goodness. Ik heb gewoon mijn allereerste schooldag overleefd. Maar niet alleen dat. Ik heb iets heel erg leuks op de planning. Oh, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Ik heb mijn ijsjesdate met Max. Volgens mij was die ijssalon niet zo heel erg ver. Hij had het over een hele leuke zaak. Oh ja, ik zie hem al daar zo. Oh, het ziet er naar uit dat ik vroeg ben. Max is er nog niet. Maar dat geeft niet. Ik ga wel gewoon eventjes zitten. Nou, Max. Waar is die? Oké, ik begin een beetje nerveus te raken, want hij komt niet. Ik snap niet helemaal waarom. Het ziet er nou uit dat hij niet komt opdagen. Dus weet je, ik denk dat ik ga. Misschien is er iets gebeurd of zo. Dat zou nog best wel kunnen. Wacht even, wat hoor ik? Dat klinkt als Max. Ik heb dan misschien wel 1 middag met hem gepraat, maar ik herken zijn stem nu al wel een beetje. Max? Is hij hier in deze winkel? Nee. Het klinkt als hierboven. Kan het zo zijn dat dit Max... Dat is Max inderdaad. Ja, nee, dat is zo grappig. Ja, dit is echt een superleuk idee. Dat gaan we echt doen. Hij is met een ander meisje aan het praten, terwijl hij een afspraak had met mij. Kan je met me meekomen naar de ijssalon? Ja, dat lijkt me echt heel erg leuk. Dat gaat geweldig zijn. Hij nodigt haar uit naar de ijssalon. Dus dat is gewoon een beetje zijn ding of zo. Dat hij allemaal random meisjes daar naartoe uitnodigt en vervolgens niet opdaagt. Wat ontzettend gemeen. Nee, ik kan het niet geloven dat ik daarin ben getrapt. En ik dacht nog wel dat ik iemand had om te vertrouwen. Wat een vreselijke eerste dag. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Dit keer ga ik gewoon leuke mensen ontmoeten. En ik heb natuurlijk ook boeken die ik ook echt in mijn kluisje... Hey, Barbie. Huh? Wat? Max, ga weg. Ik wil niet met je praten. Kan je dat geloven? Hij laat me eerst gewoon zitten in een ijssalon en dan probeert hij nog echt met me te praten de volgende dag. Puh. Lunch. Nou, ik heb nog niemand ontmoet, maar dat komt vast wel. Soms duurt het eventjes voordat je vrienden... Hey, Barbie. Ah! Ja, Barbie, laat het me even uitleggen. Laat mij alsjeblieft gewoon eventjes met rust. Ik wil je niet zien en ik wil je ook niet spreken. Wat? Barbie! Nou, ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Het beste is om gewoon maar eventjes alleen te zitten en wachten totdat ik wat aardige mensen tegenkom die me niet zomaar laten zitten. Ik weet het niet hoor. Ik vind de brugklas en de middelbare school eigenlijk best wel moeilijk. Het is echt heel lastig om vrienden te maken. Het enige wat ik wil is gewoon iemand die aardig tegen me is. Ik ben al lang blij dat de dag over is. Ik vind het echt heel erg moeilijk. En ik doe zo Huh? De deurbel? Wie kan dat nou weer zijn? Misschien was het die aardige lerares van Engels. Laten we het hopen. Wat? Max, wat doe jij nou hier voor mijn deur? Laat me met rust. Ik zag je wel praten met dat andere meisje daar bij die winkel. En ik heb je ook gehoord. Laat het me alsjeblieft uitleggen. Sorry dat ik te laat was. Maar ik hoorde eigenlijk dat je telefoon was gestolen. Dus ja, ik ging naar de telefoonwinkel. Want ja, daar werkt mijn zusje. En ik heb met haar een plan bedacht om jou een nieuwe telefoon te geven. Oh my goodness. Wacht. Echt waar? Heb je dat echt allemaal voor mij gedaan en geregeld? Voor deze stomme brugpieper die geen vrienden kan maken? Oh Max, dankjewel. Ik vind dat echt super lief. Deze telefoon is nog beter dan de telefoon die ik had. Oh, ik waardeer het echt enorm Max, dankjewel. Dan... zie ik je morgen weer op school? Ja, je ziet mij morgen op school, maar ik had eigenlijk nog een verrassing voor je. Kom maar met me mee. IJsje! Yay! Heb je zin om nog een superleuke video te kijken? Dan raad ik je aan om hierop te klikken. Want dan kan je gewoon lekker gezellig blijven doorkijken. En je kunt ook de vraag van vandaag beantwoorden hieronder deze video. En die is, wat is jouw favoriete vak op school? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!